SV-Urk-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Vandaag, zaterdag 20 januari, speelt Urk tegen Odin 59 uit Heemskerk. Odin is de rode lantaarndrager in de derde divisie, maar is goed uit de winterstop gekomen, getuige de 2-1 overwinning vorige week op Rijnvogelse Boys. Dus van onderschatting kan tegen deze rode lantaarndrager in die derde divisie geen sprake zijn. En dan kijken we nu naar onze pupil van de week, Willem van Urk, op weg naar de doelman van Odin 59. En als volwaardige spits in jongeren onder de 19 weet hij ook hier mooi af te ronden. William, gefeliciteerd met dit mooie doelpunt. En voor Urk uit de winterstop gekomen met een 1-1 gelijkspel tegen Dem. En dat was in ieder geval een resultaat waar ze tevreden mee konden zijn. Urk begon voortvarend aan deze wedstrijd en probeerde de verdediging van Odin op te jagen met een hele mooie mogelijkheid voor Pieter Brands, die de voorkeur kreeg in de spits boven Klaas Romkes. Maar zijn inzet is net iets te traag om de keeper van Odin het moeilijk te maken. Dan een mooie actie van Lucas Graal. Lucas Graal wederom op Pieter Brands, maar zijn inzet is nu wel hard genoeg, maar iets te hoog om doel te treffen. En dan is het toch Urk dat de aanval blijft zoeken. Al is het Odin dat eventjes de gelegenheid krijgt om de tegenaanval te creëren. Maar de verdediging van Urk die stond vandaag als een huis en gaf geen mogelijkheid weg. Ook deze aanval leverde voor Odin niets op. Dan Johannes Schrijver op Lucas Tol. Lucas Tol aan de buitenkant en probeert zich daar te ontdoen van zijn directe tegenstander. Er lukt één tegenstander, twee tegenstanders, maar dan een overtreding. En dat levert de eerste gele kaart in deze overigens sportieve wedstrijd. En goed geleid door scheidsrechter Kuipers op. Dan hoekschop van Iedenentjes. Iedenentjes van de linkerkant met een indraaier. De bal wordt even weggewerkt. Is het Ieder den Dulk, de lange verdediger, ermee opgekomen vanuit achteruit. Een voorzet van Lucas Graal. Lucas Graal krijgt die bal dan uiteindelijk weer terug bij Iedenentjes. En met een hele mooie krul passeert hij de doelman van Odin 59, Mats van der Wijst. En zo leidt Urk met 1 tegen 0. En dat is een mooie opsteker na 20 minuten spelen in deze wedstrijd. Een mooie krul van Rikkelt Nentjes die de doelman verrast. En hij als rechtervleugelverdediger kan tevreden zijn. Hoekschop van de rechterkant door Jan Ras ingebracht. Maar dan is het uiteindelijk toch van de doellijn die kopbal gehaald door de verdediging bij Odin. En is het Lucas Tol die daar alsnog probeert met zijn individuele actie die verdediging te passeren. Dat lukt niet helemaal, maar uitverdedigen van Odin is op dat moment ook alleen maar uitverdedigen en die bal naar voren spelen. Opnieuw, Lucas Tol. Lucas Tol probeert er één tegenstander, twee tegenstander. Ligt die bal breed, dan is het Lucas Graal. Lucas Graal met een inzet en uiteindelijk is het dan de inzet van Urk in de rebound die net naar het doel loopt en blijft het 1 tegen 0. Johannes Schrijver, een mooie paas op Lucas Graal. Lucas Graal brengt die bal naar voren richting Iedenentjes. Iedenentjes richting tweede paal. Bij de tweede paal staat daar Pieter Brands. Dus het Lucas Tol die bal mooi breed legt op Jan Ras. En Jan Ras die brengt Urk dan op een 2 tegen 0. En dit doet hij na ruim een half uur spelen. En zo leidt Urk als overtuigend in deze wedstrijd begonnen met 2 tegen 0 na ruim een half uur spelen. En dit was dan de enige mogelijkheid voor Odin 59, voor Jonathan Richard, alleen voor doelman Schrijver, die weer in de basis stond na zijn disciplinaire straf van vorige week. Maar hij kreeg vandaag weer de kans om te herstellen en het was eigenlijk de enige redding in de hele wedstrijd die hij moest doen om Odin van scoren af te houden. Een hele mooie diepe paas van Ieder den Dulk op Lucas Graal. Lucas Graal, daar zijn directe tegenstander de Hidlid laten zien. En dan is het uiteindelijk slecht uitverdedigen met weer een kans voor Urk. Maar die inzet van
Rikkeld Nentjes gaat te zacht en kan Doelman van der Wijst op een hele simpele manier pareren. Lucas Tol weer aan die linkerkant, want hij was toch weer een dreiging bij de Urkers. En dan legt uiteindelijk de bal breed op Pieter Brandsen, maar niet breed genoeg om Lucas Graal in scorende positie te krijgen. En dat was de laatste mogelijkheid voor Urk. Een van de vele mogelijkheden die ze in de eerste helft is te creëren. En zo gaan we de rust in met de stand 0-2 in het voordeel van SV Urk. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. En zo beginnen twee ongewijzigde ploegen aan de tweede helft van Urk tegen Ode 59 met een actie van Lucas Tol met een mooi steekpaasje op Ieder Neentjes. Maar zijn inzet is te zwak om het de doelman van Ode 59 moeilijk te maken. De aanval wordt voortgezet en dan mondt dat eindelijk uit in een afstandsschot van Pieter Brands, maar die gaat hoog over het doel. Ermee opgekomen Ieder den Dulk, paast in de breedte op Ieder Neentjes. Ieder Neentjes op zoek naar de achterlijn met zijn voorzet. Die wordt uit de doelmond gewerkt. Maar dan is het uiteindelijk toch aan de buitenkant de Urk dat die bal krijgt. En er komt een ingooi aan de rechterkant via Lucas Tol. Lucas Tol legt die bal breed dan op Lucas Graal. En Lucas Graal zijn inzet is iets te zwak en mist iedere richting om het de doelman van Ode 59 moeilijk te maken. Ode 59 kwam er eigenlijk niet meer echt uit en ook niet aan te passen. Dan is weer een mooi paasje op Lucas Graal. Maar zijn inzet, zijn steekballetje, dat mist dan uiteindelijk de gevaar en blijft het 2-0. Rikkeld Nentjes op de ingevallen Klaas Rompkes voor Pieter Brands. En die speelt die bal heel mooi naar Lucas Graal. En Lucas Graal die weet als een van de mensen die een doelpunt weet te maken wel raad met deze kans. Op aangeven van Klaas Gromkes brengt hij de stand op 3-0. En dan zijn we zo een 75 minuten in de wedstrijd. Uitverdediger van SV Urk via Richard Strijker die een hele makkelijke middag had. Een tweede helft die verder weinig hoogtepunten kende buiten dan dat ene doelpunt in ieder geval in de 75e minuut van Lucas Graal. En de hoop was dat er meer zouden volgen. En dan een hele mooie paas op Lucas Graal. Lucas Graal, en die is niet egoïstisch, legt die bal breed op Klaas Rompkes. En dan is het 4-0 voor SV Urk. En weet Urk de mogelijkheden die ze in die tweede helft weten te creëren wel te benutten. En kansen weggeven, dat deden ze niet, ondanks alle inzet van Ode 59 die met drie spitsen gingen spelen. Maar de ruimte die Urk daarmee kreeg gaf nog wat extra mogelijkheden. Is het Urk met een mooie paas van Jan Ras richting Lucas Tol. Lucas Tol daar op zoek naar een individuele actie. En dat lukt hem ook. Legt die bal dan mooi terug. Maar dan is het uiteindelijk toch geen doelpunt. Want Rikkeld Nentjes had hier natuurlijk de 5-0 kunnen en misschien wel moeten maken. Maar zo blijft het gewoon 4-0. Hoekschop van Ieder Nentjes. Weer zo'n indraaier. En uiteindelijk een mooi afstandsschot van Lucas Graal. Met een gelukje eindigt die bal dan naast het doel. En is het geen doelpunt, maar een doeltrap voor Ode 59. En dan een wat ongelukkige terugspeelbal die nog een hoekschop oplevert. Maar ook dat leverde geen gevaar. En zo gaan we richting einde van de wedstrijd. Die Urk met in ieder geval gaat winnen. De vraag is, kunnen ze nog een vijfde doelpunt maken? Maar het is Odin dat probeert nog de eer te redden. Wegens aan de buitenkant met een mooie inzet. Maar is het een heel zwak inzetten. En dan is het Richard Strijker die daar wel raad mee weet. En kan rustig het spel hervatten met een 4-0 stand. Invalder Hoekstra, die paast nog een keer op Klaas Rompkes, maar dan moet hij met zijn, zoals ze dat dan zeggen, chocoladebeen de bal inzetten. En die mist kracht en richting nog wel ten koste van een hoekschop. Maar die wordt niet gegeven door de overigens goed leidende scheidsrechter Kuipers. Dan nog een overtreding die de derde gele kaart in de toch over het algemeen sportieve wedstrijd opleverde. En een heel klein opstootje. En die gele kaart
Die is dan voor Patrick Boon de invaller bij Oude 59. En zo won Urk deze wedstrijd waarin ze duidelijk de bovenliggende partij waren van Oude 59. En dan gaan we nu luisteren naar de beide analyse van de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Mark, welkom. Ja, vorige week een hele mooie start naar de winterstop. Dat heeft geen vervolg kunnen krijgen voor jullie. Waarom niet? Ja, als het allemaal zo makkelijk was. Ik zit net naar de uitslagen te kijken. En Rijnvogels geeft bijvoorbeeld wel het goede antwoord na vorige week bij ons. Want die winnen van Sparta Nijkerk. Waarom lukken dingen niet? Kijk, wij staan natuurlijk niet op de positie dat wij heel veel controle hebben over datgene wat wij doen. Als je na 17, 18 wedstrijden nog steeds onderaan staat, dan hebben wij nog steeds moeite met het spelletje met de bal en zonder bal. Alleen wij hebben wel heel veel stappen gemaakt in het eerste half jaar. En daar hebben wij vorige week zijn we gewoon heel goed de winst op had gekomen. Nou, dan ga je naar Urk toe, waarvan je weet dat die niet heel erg veel vertrouwen hebben. Want ja, die zijn ook wel een beetje weggezakt. Plus het feit dat wij de eerste punten haalden thuis in Heemskerk tegen Urk. Waar misschien ook nog wel wat meer in zat, maar we hadden hem ook kunnen verliezen, eerlijk gezegd. Maar ja, wij zagen gewoon alle kanten mogelijkheden, omdat wij gewoon verder zijn na een half jaar stappen maken in de derde divisie. Maar dan moet je daarna ook wel constateren, heel snel, dat er een aantal spelers vandaag hun niveau nou niet gehaald hebben, is nog zacht gezegd. Want als ik jou zo beluister, zeg je van, ik heb toch wel wat kritiek op mijn selectie zoals ze vandaag gespeeld hebben. Nou, laat ik zo stellen, naar buiten zal ik niet meteen kritiek geven. Want wij weten donders goed waar we staan. Als wij door de week trainen, dan ben ik wel kritisch. Want we willen stappen maken. Dus we weten wat er gevraagd wordt. En met name in de intensiteit, in tempo. En daar hebben we stappen in gezet. Maar vandaag zijn er te veel die door de ondergrens heen gezakt zijn. En wij hebben elkaar gewoon nodig. Want wij hebben geen individuele kwaliteiten die het verschil kunnen maken. Dus op een gegeven moment probeer je het dan toch met wat extra aanvallende impulsen in te brengen. Met drie specifieke spitsen te gaan spelen. Ook dat leverde weinig kansen op. Want als ik heel de wedstrijd zie, dan meen ik dat je in de eerste helft één kans hebt gehad alleen voor de keeper. En voor de rest kansen creëren is ook een van de moeilijke dingen, hè? Dat is het moeilijkste van het voetbal. Kijk, verdedigen is nog altijd makkelijker dan aanvallen. Dat is zo. Maar we hebben inderdaad gewoon in de eerste helft weinig gecreëerd. In de tweede helft heb ik inderdaad wat gedaan met de wissels die ik heb. Wij zijn niet in de gelegenheid om tactisch keuzes te maken met tegen Urk ga ik zo spelen. Want zoveel keuze aan spelers heb ik nou ook weer niet. Wij hebben aanvallend het hele seizoen al problemen. Sowieso met scoren, maar ook met kansen creëren. Maar wij komen daar wel regelmatig. En ik vond deze wedstrijd dat wel minimaal. En dan moet je ook nog je topscorer na een 20 minuten in de tweede helft eruit halen. Wegens een blessure. Ja, Niels was al niet oksel fris voordat we begonnen. Maar goed, Niels is natuurlijk wel aanvoerder. En ik wil de verantwoordelijkheid nemen en wel starten. Maar dat hield hij gewoon niet vol. Dus dat was een wissel die ik moest plegen. Ik moest ook rekening houden met een aantal gele kaarten die er gevallen waren. En dan heb je een aantal wissels bij je die op een aantal posities uit de voeten kunnen. Dus we hebben op een gegeven moment ook gezegd, als het lang zo blijft, dan gaan we risico nemen. En toen ben ik gewoon 3-4-3 gaan spelen. Maar ja, dat heb ik nog geen 5 minuten volgehouden, want de complimenten moet ik ook gewoon geven aan Urk. Want Urk heeft gewoon een prima wedstrijd gespeeld. Dat is een gegeven. Ja, en Odin, ja, die vecht toch tegen die degradatie. Laten we daar op houden. En jou in ieder geval met jouw team veel succes wensen in het vervolg van de competitie. En ja, erin blijven is het eerste wat jullie als doelstelling hebben natuurlijk. Dankjewel, Mark. Dankjewel. Ja, Peter.
Het zoet der overwinning. Hoe smaakt dat? Ja, het is altijd lekker natuurlijk om te winnen. Wat ik zelf altijd belangrijk vind is de manier waarop. En daar word ik eigenlijk nog veel blij van. Waar werd je vandaag het meeste blij van? Nou, met name dat we vandaag de wedstrijd volledig hebben kunnen controleren. Je zei net ook al, geen kansen weg kunnen weggeven. Dat zegt iets over de controle op de wedstrijd. Veel kansen kunnen creëren. Ik vond ons goed aan de bal. We durfden te voetballen. Dat veel beweging. Wat intensiteit op het moment dat we de bal niet hadden. Dus veel plusjes. En als je dan zegt van tevreden over het voetbal op zich. De score 4-0. Als ik dan zeg van met veel kansen gecreëerd. Het had ook nog wat hoger kunnen zijn, hè? Ja, zeker. We hadden nog wel een paar goals kunnen maken. Dat hebben we niet gedaan. Maar nogmaals, we zijn er gekomen. Dat neemt de jongens ook totaal niet kwalijk. Intentie is er om een goal te maken. Je kunt de jongens wel kwalijk nemen als we niet meer omschakelen. Of geen druk meer zetten op hoge intensiteit. Een kans missen kun je volgens mij niet iemand kwalijk nemen. Dus doe ik ook niet. Is dit nou het resultaat van een heel geslaagd trainingskamp in Spanje? Dat is wel veel te makkelijk. Ik vond wel, Valencia was echt een, uiteindelijk achteraf gezien, kwam op een heel goed moment. We zaten natuurlijk echt wel, wat de trainer ook net zegt, in de fase. We zijn natuurlijk goed begonnen qua punten. En daarna hebben we gewoon qua punten, maar ook inhoudelijk, gewoon best wel een moeilijke fase gehad. 6 punten uiteindelijk, maar ook voetballend wel minder. Ook wel in de intensiteit, in de bereidwilligheid, in de groep. Nou, daar hebben we het in Valencia over gehad. Daar zijn echt wel harde noten gekraakt. In ieder geval vandaag een hele mooie overwinning tegen Ode 59, die ook nodig was. Heeft geresulteerd in een plaatsje stijgen op de ranglijst boven Staphorst. Heel veel succes met de komende wedstrijden. Volgende week tegen Sparta Nijkerk. En die week erop, toch een topper tegen Staphorst hier thuis. Peter, dankjewel en heel veel succes.